Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 30 juni. Gedurende de avond zullen er perioden met lichte tot matige buien voorkomen, mogelijk met onweer en windstoten gepaardgaande. Een kortstondige zware bui wordt niet uitgesloten. Naarmate de avond vordert zullen de buien afnemen. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist. In de avond van 29 op 30 juni zullen Marowijne, Kommewijne, Paramaribo, Wanica, Saramaca, Koroni en Nikeri tijdelijk bewolkt zijn. In Para, Brokopondo en Sipaliwini zullen er perioden met onweersbuien voorkomen die soms gepaard gaan met windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen in de middag en avond op sommige plaatsen matige onweersbuien zullen voorkomen die mogelijk gepaard gaan met windstoten. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.